Battle and the Daily Host. Op een zekere nacht kreeg Karel een visioen van een engel die zei dat hij moest stelen van zijn schoonbroer Egerik. Karel daagde een mysterieuze zwarte ridder uit tot een gevecht. De mysterieuze zwarte ridder bleek Eligas te zijn. Samen maken ze plannen om Egerik, de boosaardige zwager van Karel, te bestelen. Egerik vertelt zijn plan over hoe hij zijn schoonbroer gaat vermoorden om zo de macht te krijgen. Eligas vertelt alles over het complot van Egerik aan Karel. Karel beschuldigt Egerik van verraad en Eligas daagt Egerik dan uit voor een duel met zwaard. Eligas en de zus van Karel trouwen en ze leven nog lang en gelukkig.